zich had bemoeid met die overstroming in Pakistan, dat hij een stuk betere kijkcijfers had gehad. Nee, maar daar kunnen we het over eens zijn. Die overstroming in Pakistan, dat was prutswerk. Echt waar, dat was een ramp waar het Rode Kruis zich voor schaamde. Nee, maar er zijn fundamentele fouten gemaakt in het format. Nee, ja, het begon met de timing, die was ruk. Iedereen was op vakantie. En daarnaast hadden we net al een grote ramp gehad. En dat gaat mensen niet in de kou kleren zitten, zo'n verloren WK-finaal. Goed, terwijl ik zo niet naar die pornofilm aan het kijken was, dan viel het me wel op dat die pornoacteurs, dat zijn lelijke mannen. Dat zijn allemaal lelijke kerels, dat is zo raar. Ik zou zeggen, als je zo'n film maakt, doe het dan met mooie mensen. Wel, het oog wil ook wat. Blijkt dus dat ze dat expres doen, zodat wij mannen ons beter met de hoofdpersoon kunnen identificeren. Geeft een mooi inkijkje in de mannelijke psychologie, of niet? Het maakt ons niks uit dat die kerels een erectie hebben, de grootte van een honkbalknuppel, en dat een hele film volhouden, 20 keer klaarkomen. Als een gast maar lelijk genoeg is, dan denken wij, oh, dat kan ik ook. Die moord op Millie Boele ook, weet je, het is beroerd genoeg dat het gebeurt, maar hoe dat in het nieuws kwam? Gerry, jij staat daar in de buurt bij de familie Boele. Heb je al nieuws? Ja, Sascha, dankjewel. Sinds wij elkaar voor het laatst hebben gesproken, zo'n 5 minuten geleden, heb ik even over de schutting van de familie Boele kunnen kijken. En ik kan inderdaad bevestigen dat de familie in het bezit is van een set paarse Hartman tuinmeubelen. Ja, Ger, en dan komt de vraag. Gerry, hoe is de sfeer daar? Het is toch godverdomme geen oefening te land? Nee, en dan gaan ze die sfeer gaan ze in beeld brengen met straatinterviews. En die mensen die zijn, ja, verrassing, geschokt. Er is een meisje dood, weet je. Nieuws is nieuws als je het nog niet wist. Dan is het nieuws. Het zou nieuws zijn als een buurman had gezegd, ja, het is vervelend voor die ouders. Maar het is niet zo dat de 12-jarige tienermeisjes nou op zijn. Alsof het niet op kan. Alsof het niet op kan. Alsof het niet op kan.